Goedendag en welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van maandag 18 januari met onder meer... Partijen willen stop op uitsterfbeleid coffeeshops. IJsbaanpret is helaas maar van korte duur. En buurthuis het Hukske in Lombok genomineerd voor Appeltje van Oranje 2016. Arnhem heeft met de 11 coffeeshops in de stad weinig problemen. En als er al problemen zijn, weet de gemeente die in de hand te houden. Hooguit zijn er ergernissen van omwonenden over verkeers- en parkeeroverlast door bezoekers. Burgemeester Keizer heeft dat de gemeenteraad laten weten, die zich vanavond over dit onderwerp zal buigen tijdens de politieke maandag. De meeste gemeenteraadsleden vinden het aantal van 11 coffeeshops in de stad voldoende. D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren in de Raad willen dat het zogenaamde uitsterfbeleid, het op termijn natuurlijk laten verdwijnen van coffeeshops, wordt afgeschaft. Argument is onder meer dat minder coffeeshops relatief meer overlast veroorzaken. We zullen er waarschijnlijk maar een paar dagen plezier van hebben, maar de ijsbanen Het Kranenveld en Schuitgaaf zijn geopend voor publiek. De organisatie van deze banen heeft al contact gehad met de basisscholen in de stad om een schema voor kinderen te maken, zodat iedereen, hoe kort het ook duurt, morgen en misschien ook woensdag van het schaatsijs kan genieten. Buurthuis Het Hukske in Lombok is een van de kanshebbers op een jaarlijkse landelijke onderscheiding, het Appeltje van Oranje, een prijs die is ingesteld door het Oranjefonds en bedoeld voor sociale initiatieven in het land. Thema van dit jaar is gemeenschappelijke voorzieningen in handen van vrijwilligers. Buurthuis Het Hukske is een huiskamer waar mensen elkaar ontmoeten en kennis kunnen maken. In mei van dit jaar ontvangen 3 winnaars de prijs uit handen van Koningin Maxima. Het voormalige Rembrandt Theater, dat tegenwoordig Stadstheater Rembrandt heet, is op zoek naar nieuw personeel voor de kassa, kaartcontrole en ook voor in de zalen. In de eerste plaats gaat het om een aantal werkervaringsplaatsen voor de duur van 6 maanden. Op donderdag 25 februari gaan de deuren van de stadsbioscoop voor het publiek open. De directie hoopt dat zo'n 200.000 bezoekers de weg naar de bioscoop weten te vinden. Tot slot het weer. Het blijft de komende dagen koud. Zon en hoge wolkenvelden wisselen elkaar af bij een temperatuur rond het vriespunt. Vanaf woensdag worden de nachten daarna geleidelijk iets minder koud. Bedankt voor het kijken, nog een prettige dag en graag tot morgen!